zoals jullie weten haat ik cardio. Doorgaan met de video's wat ik op een dag eet. Ik zou dat echt nooit doen. Oké, dit is opruimen voor Memphis. Dit is hem. Van hoe meer ik in het sportdingetje kom, hoe frustrerender ik word. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en we beginnen weer met een nieuwe week. Ik ga morgen wegen en mijn maten opmeten en zo. Ik heb ervoor gekozen om vandaag niet te gaan sporten. Ik was gisteren wel gegaan, zondag dus. Ja, gewoon, ik had gewoon geen zin. En ik heb dus nu geluisterd naar het geen zin stemmetje. Lol. Dus ja. Shit happens. Maar morgen ga ik wel, zeker weten. En Nick is dan degene die altijd meegaat met al die moederdingen. Ja, ik weet niet waarom dat zo is, maar dat is gewoon zo. Ik heb vandaag de hele dag lekker thuis gewerkt aan mijn vlog. En ik ga nu even wat eten. Ik heb best wel honger gekregen. Ik weet alleen niet wat ik ga eten. Dus ik kan de hele dag te proberen te verzinnen, maar... Kom er maar niet op, maar ja. Oké, dit is opruimen voor Memphis. Op de grond gooien gewoon. Hij heeft wel bij elkaar gezet. Dus daar ben ik nog een soort van blij om dat hij het gewoon bij elkaar heeft gezet. Maar ja. Het zonnetje schijnt echt super lekker. Maar ik vind het wel koud nog hoor. Maar ja, ik ben weer aan het opruimen en doen. En dan vergeet ik weer te eten. Dus ik ga nu echt even eten. Eventually. Yes, ik heb weer gewoon geshopt. Eén keer in de zoveel tijd heb ik gewoon een bui. En dan ga ik echt van alles shoppen. Maar ja, ik ga nu even kijken wat ik allemaal weer gekocht heb. Het is alweer een tijdje geleden. Yay! Let's open it! Ik zit onder mijn dekentje, want ik heb het echt ijskoud. Oh, dit is echt een huge bag. Deze beginnen. Dit is dus een oversized hoodie in het zwart. Die wilde ik echt al heel lang. XXL genomen gewoon. Omdat ik hem echt lekker overdreven wil hebben. Fabulous. Blij mee. Oh ja, dit vond ik ook wel een hele cutie pie. Simpele witte crop top t-shirt. Oh, en deze. Ja, ik weet het alweer. Oh, die vind ik ook zo leuk. Kijk. Ik ben echt super fan van bodies. Mocht je dat nog niet weten. Schoenen. Nee, nu ik ze zo heb, weet ik niet of ik ze zo leuk vind. Ik kan wel even aandoen. Mooi die rode broek met de tech. Ik had even snel een makkelijke broek aan gedaan. Mijn broek was helemaal nat geworden vanochtend van de regen. Dus dat is echt vervelend. Oké, de maat is goed. Oh, nou, hij loopt wel lekker, dat wel. Ik ben ook een stuk hoger. Ik moet er even over nadenken, anders breng ik hem gewoon terug. Zo'n kort broekje. Vond ik ook wel stoer. Alles is zwart-wit. Dit is hem. Oh, ik vind hem echt super comfy. Heerlijk. I love it. Vind ik helemaal lovely. Ik laat hem nu ook lekker aan. Kijk nou. Mooi hoor. We kunnen ook deze kleur gebruiken, hè? Kijk. Voor een worstje te maken. Ik kan ze even snijden. Oh, je moet hem even snijden, ja. Door de midden. Goed zo. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik ga zo even pannenkoekjes maken voordat ik ga sporten. En ik ga zo sporten. Dat was hem. En daarna ga ik even kijken hoe ik het ga doen met opmeten en wegen en zo. Hé Zeno, moet Zeno naar buiten. Poetie? Andere poetie. Poetie, 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 poetie. Wij zijn nu lekker het tv'tje aan het kijken en wat we kijken, hoe heet het programma ook alweer? Net... 24 uur in de politiecel UK. Oh ja, 24 uur in de politiecel UK. Ballen aan, hè? Nee. En dan gaan we nog yoghurt eten. Ja. Dat ik strakker wil worden. Het gaat er ook niet om dat ik mager wil worden of iets in die trant. Ik wil gewoon wat strakkere buik hebben en een grotere kont. Dus voor een grotere kont moet ik juist ook weer daar meer gaan eten, denk ik. Hoop ik. Ik vind het gewoon fijner om platter te zijn, denk ik.
Ik hoop dat ik het goed uitleg en dat het helemaal niet verkeerd overkomt. Want zo bedoel ik het helemaal niet. Ik bedoel het juist eigenlijk heel erg goed. Ik bedoel meer van, ja, dat je gewoon echt van jezelf moet houden. En of je nou dan wel wat plattere buik wil of wat niet of whatever. Het moet altijd wel jouw keus zijn en waar jij achter staat en waar jij je goed bij voelt. Dat sowieso. Dat ik zoals vroeger weer heel erg dun wil worden, dat niet. Ik wil juist mijn rondingen houden. Maar ik wil wel gewoon een plattere buik. Dus dat wilde ik gewoon heel even zeggen. Want ik hoop niet dat mijn video verkeerd is overgekomen. Dat ik mega streng aan het diëten ben en zo. Want dat is het helemaal niet. Ik eet over het algemeen nog heel erg normaal. Ik heb alleen minder calorieën dat ik binnenkrijg. Maar niet zo heel veel minder. Het valt allemaal wel mee hoor. Qua eten dan. Qua sporten niet. Daar ga ik wel iedere keer dood. Dat je altijd van jezelf moet blijven houden. Dus vergeet alsjeblieft niet. Hou alsjeblieft heel veel van jezelf. Want je moet het nog heel lang met jezelf doen. En je moet heel lang in je lichaam leven. Dus zorg goed voor je lichaam. En morgen is het alweer woensdag. Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik ga daar even mijn maat op meten. Ik weet, ik zou het gisteren doen. En ik ga nu maar even meten. Mijn BMI is ook omhoog gegaan. Ja, daar moet je niet naar kijken, zo weinig. 55. 70 met taille, dus die is ook iets naar beneden gegaan. Maar hier gaat het mij om vet. 32,3 en ik had 32,5. Dus ik ben ook daarin naar beneden gegaan. Want ik kijk nooit zo heel erg naar calorieën. Of naar, hoe heet het? Naar gewicht, maar meer naar dit soort dingen. En mijn spieren zijn ook omhoog gegaan. Niet veel, maar wel wat. Ik wil gewoon mijn vetpercentage gewoon veel lager krijgen. Zodat echt mijn abs en mijn spieren een beetje eruit komen. Het gaat de goede kant op. I'm happy. En ik heb hier nog dus die chocoladedingen liggen. En ik heb courgette soep. Dus ze gaan maar lekker courgette soep eten en dan mogen ze dat chocoladeding. Het regent en ik heb gezien naar buiten gaan in de regen. Maar ja, die shit hoort er ook bij. Hey, hele goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. Nee, donderdag. Oh, ik begin met de dagen. Sorry, even snotje wegvegen. Ik heb net gedoucht. Wat zit ik nou allemaal te lullen? Ik heb net boodschappen gedaan. En ik had echt mega wind tegen. Echt verschrikkelijk. Ja, ik heb de hele ochtend namelijk geëdit. Want ik liep een beetje achter. En dat heb ik ook gedaan. Dus, ha. Oké, ik ga nu dan even die boodschappen uitpakken. Wat heb ik gekocht? Nou, dit is het. Dit heb ik voor de jongens voor vanavond. 10 uurtje. Magere kwark, appels, die mais dingen. En de biologisch volle yoghurt. Ook voor de jongens, want die zijn helemaal dol op yoghurt. En vandaag heb ik echt een hele lekkere lunch. Om 1 uur bijna. Wie kijkt de Temptation Island? Ik ben echt verslaafd aan Temptation Island. Ik vind het echt zo leuk. Nick en ik kijken het altijd samen. En dan zitten we echt op het meeste commentaar. Oh my god. Ik zou dat echt nooit doen. Oh, wat is jaloers. Zo gaat dat dus. Oké, ik ga de jongens ophalen. En dit is mijn verkrapte mom look. En dit is de look voor vandaag. Mom life all the way. Want het is 41, moet rennen ook nog. Yes. Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en ik zit in de auto want ik ga nu sporten. Ik heb mijn sportkleren aan. Vandaag ga je met wel even sporten. Wat? Ga je me vandaag wel even sporten? Ga je me vandaag wel even filmen? Let's do this. Wat ga ik vandaag doen? Oh ja, mijn kont. Verrassend. Mijn haar ziet er ook niet uit. Ik heb er helemaal niks mee gedaan. Alles gegeven wat ik heb. Ja, ja, is het prima. Helemaal geweldig.
Nou, ik heb net dus mijn workout gedaan. Ik heb cardio gedaan. En zoals jullie weten haat ik cardio. Maar deze meneer naast me zegt dat ik cardio moet doen. Hè? Moet. Zeker. Maar waarom moet ik nou eigenlijk cardio doen? Ik dacht altijd dat je cardio moest doen als je echt van heel zwaar voelt. Het is eigenlijk om je hele lichaam te activeren. De meeste hormonen aanmaken, testosteron aanmaken, zitten in je benen. Ja. Op het moment dat je dat doet en onder de 20 minuten, ik zeg zelf altijd 10 minuten, even warm, niet als een gek keer gaan, want dan verbrand je ook weer natuurlijk een hele hoop, dat is niet de bedoeling. Het is best wel lastig dan om dat in te slotten, Nou, ik zeg dus je mag niet te rustig. Zwaar. Niet te zwaar, gewoon echt dat je goed warm wordt en dan pak je lichaam ook. Het is minder de kans op blessure. Ja, sowieso alles wordt even aangemaakt en alles gaat er ook op met z'n oh, top. Dus dan word ik echt strak als ik gewoon kracht in cardio. Zeker weten. Altijd even cardio voordat je kracht in. Ik heb het nu na. Het is eigenlijk ervoor. Ja, ook ervoor, maar niet echt heel erg van het opgeven. Nou, dat wilde ik dus weten. 6.5 hours later. Nou, ik snap er dus nu helemaal geen kut meer van. Even serieus. Kijk, ik had me gemeten en mijn vetpercentage is 32. Ik heb net opgezocht online dat als je een vetpercentage van 32 hebt, dat je dan overgewicht hebt. Maar dat lijkt me een beetje sterk. Dus ik snap het nu helemaal geen fuck meer van. Hoe meer ik in het sportdingetje kom, hoe frustreriger ik word. Ik krijg ook allemaal verschillende soorten advies, allemaal verschillende soorten meningen. En ik weet het gewoon niet meer. Ik ben helemaal de kluts kwijtgeraakt. Oké, maar dus op een weegschaal, dat is niet helemaal goed wat je dan krijgt. Maar om me nabij is het dan wel weer goed. Ja, ik snap het niet meer hoor. Als ik een vetpercentage heb van 32, betekent dus dat ik overgewicht heb. Die snap ik ook niet. Want hoe kan mijn BMI wel goed zijn en mijn vetpercentage dan... Ik weet het niet. Google heeft ook geen zin, dus ik ga gewoon de huisarts bellen. Dat ga ik doen. Ja, ik ga gewoon daar mijn vetpercentage meten. Ik ben het helemaal zat. Ik wil het nu ook weten ook. 3 hours later. Zo, wij gaan vanavond naar een verjaardag toe. En dit wordt de eerste verjaardag dat ik niet in de avond lekker kan snoeien. Thumbs up for that. Krijg, want ik ben nogal snaaierd. Ik heb nogal een dikke cleavage hier. Going on. Hele goede dag en het is vandaag, welke dag is vandaag ook alweer, Nick? Zaterdag. Oh ja, zaterdag. Ik lig lekker laai uit op de bank. Ik heb ook echt niet veel gedaan, ik was ook echt heel moe. Ik ben de hele serie van Sof aan het kijken, super chill. Ik ga ook vandaag niet veel doen, dus dit is mijn zaterdag. Oh ja, en ik heb vandaag een cheat day, dus ik ga lekker die vegetarische kipcorn eten die nu net nieuw zijn. Ik heb zo lang al geen kipcorn meer gehad. Dat is echt niet normaal. En het water loopt me nu in de mond als ik het erover heb. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en het regent al de hele freaking dag. Yay! Not. Ik ga zo lekker sporten en daarna... Ik moet nu eerst even een boodschapje doen. Ik moet wat losse dingetjes kopen. En daarna ga ik lekker sporten. Hitting the gym. In mijn favoriete outfitje. Pokken weer. Jezus. Wat doe je nou? Laat je niet vallen. Helemaal afgemaakt. Alles. Ik ga nu lekker naar huis. Eerst even de jongens ophalen. En dan ga ik lekker even op het bankje zitten. Die is ook gesloopt. A few inches later. Ik ga volgende week ga ik direct naar de dokter om mijn vetpercentage te meten. Want ik heb verschillende verhalen erover gehad. En ik weet gewoon echt niet meer hoe het nou zit. Ik snap er geen. En ja, cardio. Ik haat het nog steeds even erg. Ik kan niet uitstaan. Ja, ik ga dat nog uitzoeken. Ik ben niet helemaal zeker van of je wel echt cardio moet doen. Als je alleen strakker wil worden. Dus niet afvallen, maar strakker worden. Wat ik dus wil. Zo, ik zit lekker op het bankje. Ja, nu willen jullie natuurlijk weten of ik doorga met de video's wat ik op een dag eet. En ik zeg ja, dikke ja. Ik vind het zelf hartstikke leuk om te doen. En ik kreeg ook super veel leuke reacties van jullie. Dus ik ben helemaal blij. Helemaal mijn nopjes. Dus ik ga dat zeker doen. Ik ga niet meer te veel lullen. Ik ga nu afsluiten. Ik ga nu tv kijken en mijn yoghurt eten. Dus ik zie jullie vrijdag weer bij een nieuwe video. Vond je dit een leuke video? Vergeet er geen duimpje omhoog te geven. En te abonneren doe je door hier of hier te klikken. Een van de twee. Slaap lekker, schatjes.
I didn't want to believe my feelings for you. I didn't want to believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't.